Het is bijna komkommertijd en dit is een ode aan de meest ondergewaardeerde groente aller tijden: de komkommer. Rijk aan vitamine K, vitamine B, C, foliumzuur, mineralen, kalium en magnesium, is de oogsttijd van de komkommer onterecht metafoor geworden voor een periode met zogenaamd weinig nieuwswaarde. Of berichtgeving, activiteiten en uitzendingen die buiten de komkommertijd, de zomer, nooit media-aandacht zouden hebben gekregen. Waarom? Omdat politici dan op vakantie zijn. Maar nu nog heel even niet. Vannacht nog heeft het kabinet geprobeerd om een overeenstemming te bereiken om de asielstroom te beperken. Want de ene gelukzoeker is de andere niet. Probeer je te ontsnappen aan acuut levensgevaar, laat je je hele bestaan, je familie, je vrienden achter om ergens anders een veilig onderkomen te vinden, dan heet je vluchteling of asielzoeker. En moet je door honderden hoepels springen om welkom geheten te worden als je überhaupt al dat geluk hebt. Want voor de meeste geldt natuurlijk dat ze op gewelddadige manier al ver voor de Nederlandse grens tegengehouden worden. Kom je hierheen zonder dat er sprake is van acuut levensgevaar, maar voor bijvoorbeeld belastingvoordelen voor je bedrijf of het bedrijf waar je voor werkt, dan heet je expat en kenniswerker en ben je van harte welkom. Welkom in BV Nederland, waar markt staat boven mens en bedrijven boven bewoners. Maar hey, morgen is er weer een akkoord en kunnen de betreffende politici met een gerust hart op vakantie. Goed beleid komt later wel. En als dat niet helemaal deugt, hebben we in dit land nog het prachtige instrument van de motie, die ingezet kan worden om bestuurlijke besluiten bij te sturen. Vorig jaar werd een recordaantal moties ingediend van maar liefst 5000 en daar gaan we dit jaar overheen. Er zijn mensen die vinden dat er nooit genoeg moties ingediend kunnen worden en er zijn mensen die een kwotum willen hanteren voor een maximum aantal moties. Mijn radar ziet meteen gloeiend groen van zulk nieuws, omdat dit afleidt van het echte record in de Tweede Kamer: het aantal moties van wantrouwen tegen Mark Rutte. Zijn kabinetten ontvingen meer moties van wantrouwen dan die van welke naoorlogse premier dan ook. Wat zegt dat? Kunnen we een kwotum instellen voor moties van wantrouwen? Dat bij een bepaalde hoeveelheid het niet meer gaat om het overleven ervan, maar om verplicht aftreden? Tel daarbij op het toeslagenschandaal, bijstandsschandaal, racistische en criminaliserende algoritme bij verschillende overheidsinstellingen, de constante jacht van overheid op burgers, en je hebt meer schandalen aan je broek dan de komkommer aan vitamine rijk is. Maar hé. Hey, Morgen is er weer een akkoord en kunnen de betreffende politici met een gerust hart op vakantie. Ik gun ze allemaal een koude komkommerregen aan de kust. Misschien dat hun vitamines dan eindelijk weer op pijl zijn en ze bij terugkeer hopelijk helder kunnen nadenken over hoe beleid mensen hoort te dienen en niet te domineren. Maar hé, hey, morgen is er weer een akkoord en kunnen de betreffende politici met een gerust hart op vakantie. En hoeven, er... en hoeven ze zich even nergens meer over te bekomkommeren. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.